Hij is een ex-collega van mij. Hij heet Chris Janssens en is op zoek naar andere Chris Janssens. Goedemorgen, Chris. Goedemorgen, Dimitri. Want dat is het eigenlijk heel beknopt uitgedrukt. Je bent op zoek naar naamgenoten van jou, hè? Ja, dus ik heet, zoals je misschien nog weet, Chris Janssens. Ja, dat weet ik heel goed, ja. Alsjeblieft. En ik zoek dus alle andere mensen die ook zo heten. Ja, ja. En de schrijfwijze is wel belangrijk. Dus Chris is met een K en Janssens is met twee S'en in het midden en nog eentje achteraan. Hoe lang ben je er al mee bezig met die zoektocht? Ik ben begonnen half december. Ja. En toen heb ik een afspraak gemaakt met een professor in Leuven die zich bezighoudt met familienamen. En die kon mij vertellen dat er meer dan 33.000 Janssens... 33.000 Janssens. Janssens, dus Janssens in België wonen. Ja. En daar zouden er 71 met mij erbij Chris heten. Aha. En hoeveel heb je er al van die 71 ontmoet of opgestort? De teller staat op dit moment op 56 van de 70. Dus. Goed. Dus we naderen het eindpunt. Nee, En die teller kan je bekijken via de website naamgenoten.be. Ja, dat is een bijzonder website. Ben eens stiekem gaan kijken gisteren, stiekem, Chris. Ja. Met z'n allen hier op de redactie. Stiekem. Ja. En wat valt ons op? Ja, elk interview dat je aflegt, want je hebt al een heel parcours afgelegd eigenlijk in de media. Dat film jij gewoon, hè? Ja, inderdaad. Ja. Dus ik heb zo'n cameraatje meegebracht. Een cameraatje. En misschien kan ik even voor de website Dimitri Stuur laten zien. Hé, hallo. Ja, Dimitri, maar waar ben je? Ja, ja, hier ben ik. Maar een beetje houdt je camera niet goed, maar geen probleem. Dus ik heb zo'n cameraatje bij me en daarmee film ik dan interviews. Ik heb inderdaad al heel wat media-aandacht gekregen. Nu zat ik zelf een beetje scheef in beeld, zie ik. Ja. Dus ik heb al wat media-aandacht gekregen. Zo ben ik aan die 56 gekomen. Maar het allermoeilijkste komt nu eigenlijk. Dat zijn die laatste, die overblijvende, want dat zijn zo de Chris Janssens die ergens verborgen zitten in een hoekje en die er niet uit willen komen. Maar ik zal ze vinden. Dat laatste loodje weegt het zwaarst. Ja. Maar waarom ben je daar nu mee bezig eigenlijk? Want waarom nu per se op zoek gaan naar naamgenoten zo van, van jezelf? Allee, vind het een beetje vreemd zo. Wat is daar vreemd aan? Ja, toch wel. Allee, ik bedoel... je begint met zoals één andere Chris Janssens te ontmoeten of op een website terecht te komen waar Chris Janssens staat, die een of andere belangrijke sportprestatie heeft geleverd en dan denk je, tja, wanneer heb ik dat ook weer gedaan? Ja. Dus dan weet je, goed, dit gaat over een andere naamgenoot. En eens je er één gevonden hebt, dan begin je af te vragen, zijn er dan nog? En dan heb ik dat interview met die professor gehad, die dan kon zeggen, ja, het zijn er 70. En toen dacht ik, misschien moet ik die dan maar eens allemaal beginnen te zoeken. Hè? En het werk volledig maken. En het sluitstuk van het werk eigenlijk, het hoogtepunt, dat is over een maand, dat is op 24 maart, dus dat is morgen precies over een maand, dan komen ze allemaal bij elkaar. Ah zo, op party. De grote Chris Janssensdag. Op de grote Chris Janssensdag. Ja. Dus, waar vindt die plaats? Die vindt plaats in Mechelen. In Mechelen? Ja. Ah ja. Aan de voet van de Romboutstoren. Daar zo ongeveer. Ja. Zeg maar, klopte dat er in Nederland ook zo een radiomaker rondloopt die dat zelfde heeft gedaan? Ja? Ja, klopt. Dat is, excuseer, dat is Peter de Vries. Ja. En Peter de Vries is een nieuwslezer bij 3FM. Uh-huh. 3FM is een beetje Studio Brussel in Nederland. En die had inderdaad hetzelfde idee. En die heeft begin februari zijn naamgenoten bij elkaar gebracht op de Nationale Peter de Vriesdag in Nederland. Ah zo, Daar ben ik geweest om alvast een paar ideetjes te pikken natuurlijk voor mijn grote Chris Janssensdag. Ja. En Peter de Vries houdt jou nu ook nauwlettend in het oog wat jij doet in België? Ja. Dus we hebben zo'n beetje tips uitgewisseld van hoe vind je nu naamgenoten. Ja. Zeg maar, de wereld is groter dan België. Zou er misschien nog Chris Janssens zijn tot in Azië, weet ik veel waar? Ik ben daar geweest op die Peter de Vriesdag in Nederland. En in Nederland is Janssen, zonder die laatste S, dat is daar wel populair. Ja, maar hier gaat het om Chris Janssens. Janssens, met nog met een S achteraan. K en twee S'en in het midden. Want ik heb ook een naamgenoot gevonden uit Beersel, die in Duitsland werkt. En ook in Duitsland is Janssens met drie S'en, dat hebben ze daar nog nooit gezien. Zeg, na deze actie ga je dan misschien op zoek naar lookalikes van jezelf? Oh, dat zou kunnen. Ja, dat is een goed idee. Ja. Of misschien mensen die op dezelfde dag geboren zijn. Als iemand mij kan vertellen hoeveel er dat zijn in België, dan wil ik daar graag werk van maken. Zeg, hoe kunnen mensen contact opnemen met jou? Want als er nu iemand luistert en zegt, maar ik heet ook Chris Janssens. Uiteraard. Dus dan ga je naar de website, naamgenoten.be. En daar vind je mijn mailadres of daar kan je een berichtje achterlaten. En dan kan je jezelf melden als je een van die 14 overblijvende Chris Janssens bent. Ja. Of als je een collega natuurlijk hebt, of een vriend, of een buurman, of zo, die Chris Janssens heet, dan kan je me dat ook melden. Ah ja, fantastisch. En dan kun je er misschien bij zijn op 24 maart, is het, hè? De grote Chris Janssensdag. De grote Chris Janssensdag. Okay, dus met z'n allen massaal surfen naar naamgenoten.be. Chris, bedankt voor je komst. Het was fijn om nog eens terug te zien, trouwens. Ciao, het genoegen was aan mijn kant. Dankjewel, dag.